Reijer van Ommeren is al 32 jaar postbode in Veenendaal. Goedemorgen. Daar brengt hij de post rond bij bedrijf. De post. Iedere ochtend start hij met een kop koffie bij het beginpunt. Maar de vraag is, voor hoe lang nog? Zoals de plannen er nu liggen, denk ik dat over 2015. Zoals de plannen nu liggen, in 2015 geen postbodes meer zijn. De 55-jarige Reijer is een graag geziene postbode in zijn bezorgwijk. Dat valt mee, geloof ik. De klanten leven dan ook intens met hem mee. Je bent vertrouwd geraakt aan degene die altijd mooi op tijd je post kon brengen. En dan ga je toch een beetje vanuit dat dat blijft gebeuren. Dus ik vind het niet zo leuk voor hem. En voor ons ook niet. De klanten maken het werk van Reijer nog leuk. Maar de sfeer bij TNT is om te snijden. Het regent klachten op de site van de socialistische partij reddepostbode.nl. Niet alleen van postbodes, ook van het hoger management. Mensen die zeggen dit bedrijf is niet meer wat het geweest is en de manier waarop ik met personeel om moet gaan of de manier waarop ik zie dat andere collega's met personeel omgaan, die kan eigenlijk niet. Mensen zeggen dan ook wel quote mij hier maar niet op, want ik wil graag anoniem blijven. En ik kan er zelf niet zoveel aan doen, maar stel het wel aan de orde in Den Haag bij de politiek. Nou ja, dat doe ik dus ook. Reijer heeft geen last van persoonlijke intimidaties. Maar het ironische is wel dat hij van zijn werkgever post krijgt met brieven waarin vacatures voor andere bedrijven staan. Ja, het is wisselend. Buschauffeur, treinmachinist, conducteur, ook in de gezondheidszorg. Maar daarin heeft hij geen interesse. De brieven maakten geen indruk. Even doorgekeken en met oud papier. Toch zal hij naar iets anders uit moeten kijken. Een paar jaar geleden ben ik een eigen klusbedrijfje begonnen en... Ja, op zich loopt dat wel lekker, maar ik vind de stap te groot om helemaal voor mezelf te beginnen. En dus blijft hij zoeken naar een baan die hij wel leuk vindt.